Kamer haalt streep door groeivliegveld. Dagboekpagina's van Cornelis Lely ontdekt. En FC Anatolia verliest bekerfinale. De groeiplannen van Lelystad Airport kunnen volgens gedeputeerde Tjeerd Talsma van Noord-Holland op weinig enthousiasme in de Tweede Kamer rekenen. In een interview met het Leids Dagblad laat de PvdA weten steeds meer signalen te horen dat Tweede Kamerleden een streep willen halen door de luchthavenplannen. Als de Tweede Kamer de groei van het vliegveld afkeurt, is dat voor Talsma, die ook voorzitter is van de bestuurlijke regie Schiphol, reden om het Aldersakkoord open te breken. Hij wil dan een verlaging van het maximaal aantal vluchten op Schiphol afdwingen. Onderzoeker en Cornelis Lely-kenner Ed Voigt uit Lelystad heeft twee dagboekpagina's van Lely ontdekt. Hij vond de pagina's tussen documenten in het Nationaal Archief. De grondlegger van de Zuiderzeewerken heeft volgens de dagboekpagina's meerdere lezingen in de Verenigde Staten gehouden om zijn kennis over de strijd tegen het water te verspreiden. Uit de tot nu toe bekende stukken zou Lely maar één keer een lezing in Amerika hebben gegeven. Ik sta nu nogal een beetje te trillen, maar toen stond ik helemaal te trillen. Want dit was een zeer unieke vondst, want dat was helemaal niet bekend. En zelfs bij de familie Lely op dit moment was dat niet bekend. In de dagboekpagina's staan geen wetenschappelijke verhandelingen. Cornelis Lely schreef over de dagelijkse gang van zaken en de dingen die hem bezighielden. Dan ging hij met de trein van Boston naar Toronto of naar New York of Washington. En dan stond precies de vertrektijd en aankomsttijden. En de slaapcoupé is $2,50, dat is me te duur. Dus ik ga maar in een gewone coupé slapen. Dat staat allemaal beschreven. De ontdekking van Voigt is ook de organisatie van de Open Monumentendag niet ontgaan. Die is zo enthousiast dat de officiële opening van de Monumentendag op 13 september in Lelystad zal worden gehouden. Nou, en als dank kreeg ik dus een kopie van het dagboek en heb dat uitgebreid tot een groot paneel wat op de tentoonstelling te zien zal zijn. De start van de Open Monumentendag is op de Bataviawerf. En daarna gaan de genodigden naar het werkeiland Lelystad Haven, waar de expositie van Voigt te zien is. De nieuwe studentenvereniging Agon in Almere is gisteravond officieel van start gegaan. Dit weekend houdt de vereniging een eerste introductieweekend, zodat studenten kunnen bepalen of ze lid willen worden. Ja, we zijn natuurlijk bijna een studentenstad aan het worden. Ik mag het misschien nog niet zeggen, maar het wordt een stad waar het leuk is om te studeren, Almere. En daar willen we heel graag naartoe en daar wil Agon ook heel erg bij bijdragen. En daarom is het eigenlijk gekomen. Gewoon een plek waar studenten leuk kunnen sporten, want dat was er nog niet. En natuurlijk ook een biertje kunnen drinken na het sporten en waar gewoon gezelligheid en sport voorop staat. Het is wel heel droog zo. Ja. Dat kan natuurlijk niet, toch? 3, 2, 1, 0! Bij de start tekende de Christelijke Agrarische Hogeschool Vilentum en Windesheim Flevoland een sponsorcontract met Agon. Zij voorzien de roeiers van een startkapitaal. Hiervan kunnen zij de eerste activiteiten organiseren en materialen aanschaffen. Wij hopen voor dit jaar wel minimaal 14 leden te krijgen. Elk jaar steeds meer en het gewoon uitgroeit tot een leuke, zelfdraaiende studentenvereniging. Ik ben heel benieuwd. Ik ga met een overblik het weekend in en misschien kom ik er met een lidmaatschap bij een roeivereniging uit. Ja, zeker. We gaan lekker roeien dit weekend. We gaan er een mooi moment van maken. Ja, dit is ook de eerste keer dat studenten echt aandacht krijgen in Almere voor roeien. Dus ik neem er graag een deel, ja. Vooralsnog is de vereniging onderdeel van roeivereniging Pampus. Deze wedstrijd, je moet leven voor je, bekerwedstrijd, bekerfinale, je kunt prijzen winnen. Ja? Zaalvoetballers van Anatolia uit Lelystad speelden gisteravond de finale van de districtsbeker tegen ESA uit Arnhem. De Lelystedelingen begonnen prima aan de wedstrijd met onmiddellijk de snelle voorsprong al na 4 minuten spelen. Echt lang kon Anatolia niet genieten van de voorsprong, want dit is onmiddellijk de gelijkmaker van ESA. Anatolia eerste helft zeker niet minder dan de tegenstander. Komt hier op 2-1 door deze prima goal. Maar ook nu stelde ESA weer snel orde op zaken. Ze scoren nog 2 keer voor rust en dus leiden de gasten bij rust met 3-2. Topklasse Anatolia moet dan opstaan in de tweede helft en het komt hier op 3-3. Dus zijn zij weer blij. Maar net als in de eerste helft stelde ESA weer snel orde op zaken.
En kijkt Anatolia weer tegen een achterstand aan. En dan lijkt het verzet gebroken. Esa komt hier op 3 tegen 5. Even later ligt ook de 3 tegen 6 in de goal van de Lady Stedelingen. En lijkt de wedstrijd beslist. Anatolia gaat dan ook nog eens met een vliegende keep spelen. En dit pakt niet goed uit. Gasten lopen uiteindelijk uit naar een comfortabele 9-5 zegen. En dus is de beker niet voor Anatolia, maar voor Esa uit Arnhem. Ja, teleurstellend. Je speelt thuis. Dit is mazzel dat je thuis mag spelen de bekerfinale. En ik had heel veel vertrouwen in. En je verliest en dat is teleurstellend. Het negende seizoen van Almere City in het betaalde voetbal was ronduit teleurstellend. De ploeg van trainer Fred Grim eindigde op een zeer tegenvallende 18e plek. Sportief is dat misschien wat tegenvallend, maar we zijn absoluut tevreden over het eerste jaar in deze driejarige periode. Want clubeigenaar Leslie Bamberger heeft Almere City 3 jaar de tijd gegeven om financieel niet meer op hem te leunen en sportief gezien structureel in het linker rijtje te eindigen. We hebben met name gewerkt aan rust. Rust rondom de technische staf, rust rondom de groep. Dat heeft in beter voetbal geleid, maar nog niet in meer punten geleid. Dus in resultaat is het teleurstellend, maar niet in de opbouw en is het dus zeker geen verloren seizoen. Ook de publieke belangstelling viel zwaar tegen dit seizoen, met gemiddeld 1000 toeschouwers per thuiswedstrijd. Het valt absoluut ronduit tegen. De polder bestaat pas 25 tot 30 jaar. En heel veel gezinnen hebben nog steeds hun roots op het vasteland liggen. Ik denk dat daar een van de problemen zit. En dan kom je aan de kip-het-ei-discussie. Je moet een keer heel goed presteren. Wil je de mensen echt naar je toe halen? Want dat het wel kan, is gebleken bij een aantal belangrijke wedstrijden. Ook kampt de club met een flink tekort op de begroting van dit seizoen. Van Eijden wil niet op bedragen ingaan. Maar dat het tekort groter is dan 1 miljoen euro, is wel duidelijk. Wat is het exacte tekort? Om en erbij het bedrag wat je net noemde. 1 miljoen? Om en erbij. Meer of minder? Ik zeg om en erbij. Ja, dus, maar dat kan ook 1,5 miljoen zijn. Wat jij ervan wil maken. Van Eijden is nu als gedelegeerd commissaris verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding binnen de club. Maar dat moet veranderen. We hebben tegen elkaar gezegd, de Raad van Commissarissen, dat we 3 jaar doorgaan. Ja. En laten we nou maar vanuit gaan dat we die 3 jaar ook volmaken. Dus er zijn nog 2 seizoenen. En natuurlijk is het beter als we dat als Raad van Commissarissen kunnen doen. Ja. Alleen nu, op dit moment, is even... U blijft gewoon ook het komende seizoen op dezelfde stoel zitten? Misschien dat we het licht gaan zien. En dat we dat op een andere manier gaan regelen. En waar moet ik dan aan denken? Ja, een andere manier van organiseren. Ja, dus een andere directeur? Wellicht. Ja. Maar misschien ook niet.